Dit boek gaat jou helpen om heel veel ideeën te krijgen voor video's. En ook voor artikelen en teksten, maar vooral voor video's waarin je jezelf als ondernemer vol vuur en zelfvertrouwen kunt laten zien. Dan kan je toekomstige klantje tenminste vinden. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Abonneer je op dit kanaal, want ik help jou om je bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken voor je toekomstige klanten. Niet alles hoeft in een video. Als je heel veel moet uitleggen, kan je beter een boek schrijven. En dat is ook precies wat Marcus Sheridan gedaan heeft. Zijn bijnaam was ooit The Pool Guy. Want hij startte met een bedrijf dat zwembaden verkocht. En met zijn methode maakte hij van een wat noodlijdend bedrijf een heel succesvol en bekend bedrijf dat gezien werd als toonaangevend als het aankwam op kunststof zwembaden. En zoals het gaat, wat hij deed, werkte niet alleen voor zwembaden. Jij kunt het ook gebruiken. In dit boek vind je de top 5 van onderwerpen waarover jij je moet uitspreken als ondernemer. Sommige zijn super logisch en andere willen de meeste mensen liever vermijden. Ik heb dankzij dit boek al een flink aantal video's gemaakt die eerst niet op mijn lijstje stonden. En daarom weet ik nou ook, die top 5 is spannend en ook heel erg nodig. Marcus is er zelf trouwens heel eerlijk over. Wat hij deed was gewoon toepassen van wat anderen hem hadden verteld. En dat deed hij heel erg goed. En daardoor is hij nu zelf ook marketinggoeroe. Maar de basis van dit gedachtegoed is wat al heel lang bekend staat, al voordat het internet er was, als content marketing. De titel van het boek is They Ask, You Answer. En dat is ook de kern. Maak vooral video's waarin je zoveel mogelijk vragen beantwoordt die mensen kunnen hebben als het gaat over jouw producten. Mensen gaan namelijk toch op zoek naar de antwoorden. Dan is het wel zo handig dat jij degene bent die de antwoorden geeft. Soms zijn het wel dingen waar je het liever niet over wil hebben. Zoals geld of problemen. Ja, als je denkt dat marketing alleen moet gaan over succes en resultaat. Marcus zegt, dat is struisvogelmarketing. De marketing waarbij je al het ongemak vermijdt. En je snapt het al, volgens Marcus win je daarmee het vertrouwen van je kijkers dus niet. Met behulp van de top 5 van Marcus ga je het allemaal wel doen. De leuke onderwerpen en ook de onderwerpen die je tot nu toe vermeden hebt. En je hebt ook iets aan dit boek als je geen video's maakt. Maar op dit punt is Marcus ook heel duidelijk. Video is dé manier om kennis te delen als ondernemer. Of je het nou leuk vindt of niet. Marcus schrijft in dit boek, when it comes to video, you must not be passive. It's not an option. En daarom werk ik ook met dit boek met mijn cursisten. Het boek is te koop via alle boekhandelaren. En er is ook een Nederlandse versie. De link naar beide boeken vind je bij deze video. Wat is jouw ultieme ondernemersboektip? Deel die met ons in de comments bij deze video.